Wie aan Brussel denkt, denkt aan drukte en diversiteit. Als het aan het Brusselse jongerenparlement voor het leefmilieu ligt, dan hoort daar ook duurzaamheid bij. Op woensdag 14 mei deelden ze hun ideeën en conclusies voor Brussel Duurzame Stad in de Koninklijke Bibliotheek van België. Vandaag is eigenlijk onze slotzitting, onze plenaire zitting. Dus het is echt de bedoeling dat Brussel vandaag luistert naar de mening van Brusselse jongeren over die duurzame stad, over de toekomst van Brussel. Het is ten eerste bedoeld voor jongeren, om hen te sensibiliseren over duurzame ontwikkeling. Een ander aspect daaraan is burgerzin, democratie. Dus daarom dat we hen ook laten stemmen. En een derde doelstelling van ons is natuurlijk het beleid laten luisteren naar de mening van Brusselse jongeren. Voor mij is duurzaamheid iets dat lang mee kan gaan, iets dat voor de toekomst goed kan zijn en ook voor het nu natuurlijk. Als we kijken naar de toekomst en hoe het eigenlijk wat de gevolgen kunnen zijn, moeten we eigenlijk nog meer ons best doen. Als de hele wereld zou moeten leven als een Belg en zouden moeten consumeren als een Belg, dan zouden we 5 werelden moeten nodig hebben. Ik wil niet dat mijn kinderen en mijn achterkleinkinderen in een slechte omgeving wonen, opgroeien. De aarde behoort eigenlijk niet aan ons toe, maar we lenen hem van onze toekomstige generaties. Dus jongeren, zij gaan die toekomst nog veel meer moeten leven dan wij. Dus het is heel belangrijk dat ze nu al mee nadenken over hoe die toekomst er volgens hen gaat moeten uitzien. Door bijvoorbeeld het openbaar vervoer te nemen, of met de fiets of de voet, als je korte afstanden moet afleggen. Als je naar de supermarkt gaat, in plaats van telkens een plastieke zak te hergebruiken, kun je een kist meenemen waar je zo aan alles in kunt leggen. Gewoon minder verbruiken, meer bioproducten gebruiken. Gewoon eigenlijk bij de mens zelf eigenlijk beginnen.